Hallo allemaal. Ondanks mijn jonge leeftijd ben ik soms vergeetachtig, dus ik heb een blad papier meegenomen. Maar goed dat ik uit ervaring ga spreken, dus moet wel goed komen. Eerst en vooral wil ik graag de Jonge Academie bedanken voor de uitnodiging en in het bijzonder Damien Lawi om mij hier vandaag te vragen. Dames en heren, diversiteit is meer dan een nobel streven. Het is de erkenning en ruchtbaarheid geven aan het academisch potentieel dat in ieder van ons eigenlijk zit, aanwezig is. En daarom ook recht heeft op een gelijkwaardig validatie. Als we vandaag kijken naar de homogeen realiteit binnen de instellingen, binnen de teams op die instellingen, dan merken we gewoon heel hard hoeveel dat er van de belangrijke perspectieven links worden gelaten. En ik ben zelf een bestuurslid bij de netwerkorganisatie van studenten en alumni, Mahara, die ontstaan is op de Universiteit van Antwerpen en zo is uitgegroeid op alle hogescholen binnen Antwerpen. En we merken daar gewoon heel hard dat wij vooral inzetten op een pluraliteit aan expertise. En dat proberen we door te stimuleren door systematisch eigenlijk te differentiëren in bijvoorbeeld het aanbod dat we bieden rond bijvoorbeeld gastsprekers of onze vormingsaanbod. En we merken gewoon dat er heel veel studenten, waaronder ik mezelf, die een aantal jaren geleden is geconfronteerd geweest met een vrij homogeen realiteit, een realiteit dat helemaal anders speelt binnen het maatschappelijk veld. En je merkt gewoon dat die weerspiegeling binnen de samenleving niet zo sterk wordt vertegenwoordigd. En dan is het heel belangrijk, want dat is iets wat ik zelf ook heb ondervonden, als je daar staat, dat je eigenlijk vanuit je instelling erkenning, herkenning en erkenning kan creëren. Die gaan volgens mij beide hand in hand. Want dat zorgt ervoor dat heel veel studenten met een migratieachtergrond, diverse achtergronden, waaronder ik mezelf, aankomen op die instellingen en heel vaak geconfronteerd worden met een homogene realiteit, waardoor dat het stimuleren van bepaalde rolmodellen die natuurlijk vanuit competenties spreken, zo zijn er heel veel, maar die vinden helaas, zoals de professor Aarda daarnet ook vernoemde, heel weinig hun weg tot die hogere posities, zoals professorenposities. En het is juist om die herkenning, het creëren van rolmodellen binnen die instituten, binnen die instellingen, dat ervoor zorgt dat studenten eigenlijk aangemoedigd worden en ook toekomstperspectief kunnen krijgen. Heel vaak wordt er zo'n beetje uit de weg geschoven door gezegd, wordt er heel vaak gezegd van ze bezitten niet bepaalde competenties of ze halen de barrière niet en dergelijke. Maar eigenlijk zit er heel veel potentieel in die jongeren met diverse achtergronden. Maar zijn ze helaas een beetje moedeloos door de realiteit waarmee dat ze worden geconfronteerd. En dat was voor mij ook het geval, waardoor mijn traject ook veel moeizamer is verlopen. Maar heel belangrijk is, als je werkt aan zo'n diversiteitsbeleid, dat het niet enkel en alleen is om een bepaalde quota of bepaalde streefcijfers te behalen. Want dan ben je eigenlijk niet beter dan wat er vandaag wordt gedaan. Maar dat je eerder gaat inzetten om hetgeen waar dat ons doelpubliek, bij Mahara zijn dat die diverse jongeren vooral, om eigenlijk het recht te geven, hetgeen te geven waarop dat ze recht hebben. En dat is namelijk een diverse groep van inspirerende gastsprekers binnen verschillende expertise-domeinen. En dat is iets wat helaas veel te veel ontbreekt. Als ik vandaag binnen Mahara, omdat ik actief bestuurslid ben, in contact kom met heel veel van die jonge dames en heren, dan merk ik gewoon dat ze vaak moedeloos geraken omdat ze het gevoel hebben van, is het wel oké dat ik hier, heb ik hier wel een plaats of doet mijn mening ertoe en dergelijke. Dus het herkennen in bepaalde posities die binnen de universiteiten of hogescholen aanwezig zijn, is één element, maar ook erkenning draagt bij. En bijvoorbeeld als we vandaag kijken naar de Universiteit van Antwerpen, draagt die bijvoorbeeld bij door een actief diversiteitsbeleid uit te voeren. Er zijn wel goede wilsacties, maar het is belangrijk om toch die jongeren op een of andere manier te bereiken. En dat kan door middel van het inzetten
op die studentenorganisaties die een heel belangrijke aanvullende rol spelen. Als we denken aan vandaag, heel veel studenten vinden organisch hun weg binnen studentenkringen om aan mee te doen aan een studentendoop. Dus het is in onze natuur als student, nieuwkomers, om ons ergens toe te kunnen verbinden. En als je merkt dat in die pool van veld dat je weinig tot geen herkenning hebt, dan helaas wekt dat natuurlijk enige moedeloosheid uit. Ik kan blijven doorgaan, maar ik denk dat ik het woord liefst aan de volgende student geef. Misschien krijgen we subiet nog eens de kans tijdens de receptie om een babbel te houden. Dank je wel.